109, son of Henyard Yesteryear, zoon van Colin Turbo, uit de merrie van Pendock Legend, gefokt bij Winnie Miller en Davis in de United Kingdom, in eigendom van MC Waarle in Eemnes. Stamt uit een bekende, succesvolle Henyard Eilijn, is een directe nakomeling van Sun Willow Jasmin. En die was van grote waarde voor de Henyard stoeterij. Wacht meerdere kampioenen. Vader is Colin Turbo, die als jaarling voor een recordbedrag werd aangekocht door de Henyard stoeterij. Als driejarige won hij de Lampeter. Vervolgens is hij enige jaren door zijn eigenaren ingezet voor de fokkerij. En bracht een aantal zeer interessante nakomelingen. De vader van deze hengst, Colin Turbo, werd in 2015 verkocht naar Frankrijk en wordt daar ingezet voor de fokkerij. Deze Yesteryear zelf bracht in Nederland reeds een stamboekhengst, Oldenzaalse Bus en een keurmerrie Birkenhoffs Joanna. 10 jaar dus. De toelichting op hengst nummer 109. Opgesteld 109, Henyard Yesteryear. En dan staat er ook een echte Wels sectie A hengst. Daar kun je langs dat weiland met snelheid rijden en dan zie je onmiddellijk wat loopt daar een mooie A in het land. Prachtig hoofd, mooi groot oog, rijke voorhand. Dat begint al meteen achter de oren met veel nek en het loopt heel lang door. Goed bespierde broekspier, middenstuk een klein beetje sterker, dat zou het helemaal mooi maken. Wat het wel extra mooi maakt is als hij in beweging komt. Hij is correct, hij stapt goed en hij draaft best. Laat dat nog een keer zien, jongens. En dat gaat gebeuren, daar komt hij nog een keer. Met een stukje muziek erachter.